Kijk, als we praten over participeren, dan is het ook echt samen daar naar een plan werken. Mijn hele uitzicht gaat veranderen. De ene is er juist, ja, het verandert een beetje. Ik vind het gebouw veel te hoog, ik vind het lelijk. Ik maak me zeker zorgen. Allereerst voor het uitzicht wat helemaal verpest wordt. De politieke partijen die doen wat ze zelf willen. Ik heb begrepen dat mijn woning met 30.000 euro in waarde gaat dalen. Ik ben eigenlijk veel meer boos. Ik ben ook vooral voor mezelf bezorgd voor parkeeroverlast. Omdat er nu al relatief weinig parkeerplekken zijn hier in de buurt. En ik kan er nog steeds niet achter komen hoeveel parkeerplekken er nou precies komen. Al meteen bij de eerste bijeenkomst, de informatiebijeenkomst in deze school die er inmiddels niet meer is. En toen werd het al door de projectontwikkelaar zo verkocht alsof alles is besloten. Dat doet de gemeente wel vaker. Die zegt dan inspraak, dat komt later. Dit is een informatieavond. Die toren is echt ongelooflijk hoog. 60 meter. Volgens mij hebben we niet een hogere toren in Amersfoort. Dat is gewoon Lindert. Alleen maar omhoog gaat en ik het eigenlijk verschrikkelijk lelijk vind. 2. Dit is een klein stukje grasveld aan een smalle zangvogelweg. Daar verdubbelt zometeen weer het aantal bewoners. Het verkeer verdubbelt, de stadsbus kan hier nauwelijks door. Dit wordt gewoon weer een extra gevaarlijk stukje Lindert. En daarnaast maak ik me ook ernstige zorgen om de veiligheid van mijn kinderen. Het wordt druk, het wordt voller. Mooi voorbeeld in de documenten die ik gelezen heb. Daar staat in: alle 66 bomen kunnen blijven staan. Met uitzondering van de 23 die op bouwplek staan, die moeten weg. Andere zorgen zijn, maar ook gewoon even Lindert breed gekeken, is dat er in Lindert enorm veel torenflats gebouwd worden en dat ook de woondruk in Lindert gewoon toeneemt. In dit stuk Lindert, waar de bevolkingsdichtheid de grootste per vierkante kilometer is, dat daar alleen maar hoogbouw wordt geplaatst, waarbij de bevolkingsdichtheid nog veel meer toeneemt. En dat GroenLinks eigenlijk gezegd heeft, we willen eigenlijk geen hoge torens meer in de stad hebben, maar buiten vanwege de warmteopslag, vanwege het groen in de stad. En wat zien we? Ze gaan gewoon door met dat soort dingen uit te voeren en toch weer flats te bouwen en de bevolkingsdichtheid toe te laten nemen. Als ik luister naar wat bijvoorbeeld Jeroen Bulthuis in de gemeenteraad zegt op 30 juni jongsleden, die zegt daar dat participatie in de stad echt al stukken beter gaat. Dat we onszelf daar aanpraten dat participatie niet goed gaat. Maar als ik dan naar de bewoners hier luister, dan hoor ik een heel ander verhaal. Dan denk ik dat Jeroen maar eens met bewoners moet gaan praten en niet zoveel moet dansen naar de pijpen van wethouder Jansen. Tenminste dat de toren iets minder groot is en niet 23 verdiepingen met 60 meter. Dat is toch drama? Als het hun uitkomt, dan wordt er gekapt. En dat kan dan wel. Maar het is voor die mensen in die flat en voor die en voor ons allemaal. Het is allemaal niks. In Engeland zeggen ze volgens mij, put your money where your mouth is. Doe nou eens wat je zegt, in plaats van alleen maar voor de bühne zeggen van oh, we participeren zo goed. En bewoners krijgen niet altijd hun zin. Als je ook praat over die verkeerstoename, wat ook in de plannen staat is, er zijn nu hier ongeveer 110 verkeersverplaatsingen per 24 uur. Dat gaat van 110 naar 880. Dat is bijna een stijging van 800% op een hele smalle weg waar 4 scholen aan staan, waar een bus aanrijdt. Dat wordt gewoon gevaarlijk. Wij kennen de wijk, dus luister naar ons.